moet de lokale politie harder optreden? Wat zegt de wetenschap? Een streng en een hard politieoptreden wil zeggen dat de politie duidelijk laat zien wie de baas is op straat. De politie verdient in allen tijden respect en duldt daarbij geen tegenspraak. Wie een fout maakt, moet zo snel mogelijk opgespoord en opgepakt worden. Dit met alle mogelijke middelen, zelfs met geweld. De politie investeert in repressie, zware wapens, militaire uitrusting en voertuigen en high-tech apparatuur. Op die manier laat de politie zien wie de hoogste autoriteit is op straat om al zo gehoorzaamheid af te dwingen. They call it zero tolerance. De meest extreme vorm van dergelijk beleid noemen we een zero-tolerance beleid en dit hebben we voor het eerst gezien in New York. Is het een goed idee? Een streng politieoptreden klinkt aannemelijk en daardoor lijkt een zero-tolerance beleid een goed idee. Maar de idee achter een lik-op-stuk beleid is dat criminelen danig schrik hebben van de politie dat ze geen criminaliteit meer zullen durven plegen. Het grote probleem is dat dit niet zo is. Criminelen durven grote risico's nemen. Zelfs, zoals bijvoorbeeld in de VS het geval is, de doodstraf boven hun hoofd hangt. Uit onderzoek weten we al heel lang dat straffen niet noodzakelijk leidt tot gedragsverandering of tot meer gehoorzaamheid aan de wet en aan de politie. Straffen helpt enkel als de dader ook tot schuldbesef komt en de straf als rechtvaardig ervaart. Een ander probleem is dat criminelen helemaal geen schrik hebben van de politie. Sommigen dagen de politie net uit door hun te slim af te zijn en gaan op zoek naar andere methoden of plegen feiten op plaatsen waar ze ontsnappen aan het oog van de politie. En wat blijkt nog? Een politie die te veel haar spierballen laat zien, krijgt ook reactie op haar overdadig macho-gedrag. Sommige criminelen zullen op hun beurt zwaardere wapens kopen, met een wapenwedloop als gevolg. Anderen worden weerspannig aan de politie en er kunnen daardoor rellen ontstaan. Dit laatste fenomeen zie je heel sterk in Frankrijk. En niet enkel criminelen, ook wetsgetrouwe burgers zullen door het cowboygedrag van de politie hun vertrouwen verliezen in de politie. Een strenge aanpak leidt niet per definitie tot meer veiligheid en meer leefbaarheid. Welke politieaanpak werkt dan wel? Het is heel belangrijk dat de lokale politie niet alleen investeert in het reageren tegen criminaliteit, maar dat ze dit ook doet in het voorkomen van criminaliteit. We weten dat burgers niet gehoorzaam zijn aan de wet of dus ook aan de politie, omdat ze schrik hebben van de politie. We weten wel dat burgers meewerken als ze vertrouwen hebben in de politie. 65-80% van de dossiers wordt opgelost met medewerking van de burger of met informatie verkregen van de burger. De burger heeft dus de politie nodig, maar de politie heeft ook de burger nodig. Het is dus heel belangrijk dat de lokale politie investeert in het winnen van het vertrouwen van de burger. De burger moet de lokale politie ook zien als haar beschermer. Dit betekent niet dat de lokale politie soft moet zijn en alles door de vingers moet zien. De onderzoeken zijn er. Wat gaan jullie ermee doen? Aansluiten bij een buikgevoel en meer investeren in repressie en een strenge, zwaar bewapende politie? Of sluiten jullie aan bij de wetenschap dat pleit voor een gedifferentieerd politiebeleid en een neutraal politiekorps dat zich verbindt met alle burgers?